hier in Brugge, Pieter Ledoux. Daarmee komen we terecht in de 18e eeuw. Een man met een grote interesse voor teken- en schilderkunst. Zelf ook een kunstenaar. Maar hij heeft zich eigenlijk vooral verdienstelijk gemaakt als kroniekschrijver. Hij bracht allerlei gegevens bijeen over Brugse vermaarde mannen, geleerde kunstenaars en kunstenaressen van late middeleeuwen tot eind 18e eeuw. Een schat aan informatie die nooit gepubliceerd werd, maar die dankzij het Stadsarchief en de Erfgoedcel gedigitaliseerd werd. Het gaat over twee belangrijke handschriften die je sinds deze maand kunt raadplegen op historischebronnenbrugge.be. Het ene heet Levens der Kunstschilders. Dat zijn 158 biografieën van bekende en minder bekende kunstschilders, beeldhouwers, tekenaars, houtsnijders, miniatuurschilders, graveurs en tapijtwerkers. En nog indrukwekkender is het tweedelig handschrift Levens der geleerde en vermaarde mannen. Dat zijn meer dan 800 levensbeschrijvingen van geleerde, juristen, ambtenaren, overheidspersonen, schrijvers en geestelijke. De handschriften werden enkele jaren geleden gerestaureerd. Ze zijn perfect leesbaar voor de hedendaagse lezer en ze zijn dus vanaf nu integraal beschikbaar op historischebronnenbrugge.be.